En nu ze wegging en zo, vond ik wel een beetje op tranen achter mijn ogen. Ik dacht, het is wel heel gek om nu gewoon hier thuis te zijn zonder haar. Doe eens iets beter hierbij. Het is... Hey, goedemorgen. Het is nog heel vroeg. Ik ben net wakker. En ik ben Zara's luiertas en alles aan het inpakken. Zara gaat een dagje weg. En ik ben gewoon thuis. En dat is het vooral. Dus ze is nog niet een dagje weg geweest sinds ik ben bevallen. Ja, je bent nog niet een dagje weg geweest sinds ik ben bevallen. En vooral een dagje dat ik gewoon thuis ben. Dus ik had gewoon voor haar kunnen zorgen. Maar ik heb er gewoon geen zin in. Ik heb er gewoon geen zin in. Nee. Nee, ik heb er wel zin in. Maar ook eigenlijk weer niet. Gewoon heel eerlijk. Ik heb wel echt, ben er echt toe aan een dagje gewoon voor mezelf. Gewoon even een dagje werken. Gewoon eventjes hier thuis zijn zonder haar. Want ik zorg hele dagen voor haar. Want Hans is dan vaak op zijn werk. En dat vind ik echt ontzettend leuk om te doen. Maar ik vind het ook wel eens lekker om even een dagje helemaal voor mezelf te hebben en gewoon te kunnen werken. Ik vind het soms best druk dat ik vaak overdag voor haar zorg en 's avonds nog moet werken. Dus ik ga vandaag even een inhaalslagje doen met werk. Het huis een beetje opruimen. En ik wil natuurlijk weer veel te veel doen op één zo'n dag. En dat kan helemaal niet op één zo'n dag. Dus ik moet iets kiezen. En daar gewoon vol voor gaan. Maar dan heb ik echt het idee dat die dag eindeloos lang duurt. En dat ik het hele huis kan poetsen. En dat ik mijn werk en mijn mail allemaal kan wegwerken. En dat ik het allemaal prima vind om haar te missen. Maar ik ga haar heel erg missen vandaag. Ja, ik ga jou heel erg missen, liefie. Hey. Maar je gaat het heel erg leuk hebben bij oma, hè? En ik voel dat ik haar ga missen. Maar ik voel ook dat ik er heel erg aan toe ben. Dus dat ik ook denk, ik vind het echt wel prima. Voel dat ik er niet heel erg ga missen of zo. Snap je wat ik bedoel? Ik ben er gewoon heel erg aan toe denken aan zo'n dagje. En ik denk dat ik er vanmiddag heel erg gemist heb. Ja! Want je bent hartstikke leuk. Ja! Hey, maar ga je lief bij oma spelen en lief slapen? En goed luisteren? Wat er altijd luisteren is. Ze doet toch even de morning yoga. Oké, okay, ik miste toch wel. Nee, maar ik wel nu dat ik het nu een beetje lastig vind. Nu ze wegging en zo, vond ik wel een beetje op tranen achter mijn ogen. Ik dacht, het is wel heel gek om nu gewoon hier thuis te zijn zonder haar. Het is ook helemaal rustig en zo. Ik ben ook niet gewend om het huis weer voor mezelf te hebben. Maar goed, dit is echt goed voor me. Dus ik ga nu niet treurig zijn. Dit is echt goed voor me. Het is goed voor haar. Het is goed voor mij. Het is goed voor alles. Dus ik ga er gewoon lekker van genieten en niet de hele tijd mee bezig zijn. En misschien denken mensen wel, hoe kun je nou je kind zat zijn of zo voor een dag? Ik kan me voorstellen dat mensen dat reageren of denken. I don't care. Ik was hier gewoon echt heel erg aan toe. Oh jongens, de tijd glipt echt door mijn vingers. Het is nu alweer, hoe laat is het? 10:15. En ik bedacht, ik ga even sporten. Blijkt dat mijn sportschool een zomerroze heeft. Dus dat mijn les niet doorgaat waar ik eigenlijk heen wilde. En vervolgens bleef ik boven op bed liggen. In plaats van in mijn sportkleren gaan, bleef ik boven op bed liggen. En bleef ik Instagrammen. Het was inmiddels dus al 10:15. Maar ik wil juist vandaag heel veel uit mijn dag halen. Soms heb je het nodig, weet je wel. Dat je zo'n hele dag lekker bank hangt en niks doet. Blijkbaar heeft je lichaam dat dan nodig. Misschien heeft mijn lichaam het vandaag nodig. Ik heb het mentaal niet nodig. Ik heb het mentaal echt nodig dat ik vandaag heel veel uit mijn dag haal. Zodat ik echt heel veel dingen ga doen die al heel lang op mijn to-do-list staan. Maar die er maar niet van komen. En nu is Sarah er niet, nu is Hans er niet. Nu heb ik vandaag alleen maar mijn to-do-list en mezelf. En nu gaat er gewoon van komen. Mom. Of. Duty. Het is zo gek. Zo'n dag thuis zijn zonder iemand. Weet je wel, dat er echt helemaal niemand thuis is. Het is echt heel erg gek. Maar ook echt heel lekker. Ik merk ook echt dat je, ze is nu bij mijn schoonmoeder. Ik vertrouw het helemaal. Dus het is echt helemaal dikke prima. Ja. Als het goed gaat, dan zet ik er straks nog een paar puntjes bij. Oh ja, ook nog iets. Wasmiddel kopen. Wil ik ook nog doen. Zo. Maar als het goed gaat, zet ik er nog een paar puntjes bij. Van huishoudelijke dingen. Maar kijk of het goed gaat. Dit zijn de belangrijkste dingen voor vandaag. Gelukkig is mijn dag vandaag eindeloos, want er komt een klusje bij. En dat is de container schoonmaken. Blech, dan voel ik me echt volwassen als ik dit soort dingen moet doen.
zo'n hekel aan dit doen. Ik had al de hele tijd het gevoel dat ik niet echt thuis was. Alsof er naast Charlie nog iemand was. Hallo! Nou, kijk nou hoe schoon die is. Oh, je ziet het niet, denk ik. Maar hij is echt super schoon. Straks even van die zakken kopen voor erin. En dan heb ik ze klaar ermee. Oh, wat lekker dat hij schoon is. Dit geeft wel echt voldoening. Ik vind deze zo ontzettend lekker. Deze allesreiniger. Allesreiniger van de Albert Heijn met lotus. Het lijkt net alsof ik deze prullenbak, container, in de wasmachine heb gestopt. Dat ruikt echt naar wasmiddel. Ik vind deze zo lekker. Nou goed, nu nog even lekker drogen in de zon. En dan ben je er weer helemaal klaar voor. Hè? Nou, mocht je je zorgen maken dat ik alleen maar aan het werk ben. Oh wacht, ik mis een mes en een vorm. Ik heb hier zo naar uitgekeken. Gewoon veel te laat lunchen, want met Sarah moet ik altijd heel erg op tijd lunchen. Die houdt me echt heel erg in ritme. Maar ik vind het ook wel eens lekker om gewoon pas om, weet ik, voor 1:30 te lunchen of zo. En nu is het ook al veel later dan dat we normaal lunchen. Nu is het al 1:15 of zo. Dat vind ik echt lekker. Dat vind ik super lekker. Gewoon even, oh daar ben je, Charlie. Charlie zit ook lekker in de zon daar achter me. Ik ga gewoon lekker lunchen, rustig. Ik heb tijdschriftje drinken. De zon. Ga ik lekker uitgebreid lunchen. Oh, ik doe nu alsof ik alles heel lekker vind, maar ik mis er ook heel erg. Ik heb net allemaal filmpjes zitten kijken, want mijn schoonmoeder die stuurt elke keer allemaal filmpjes en dan zit ik er heel erg bij. Tegelijkertijd, ik mis er, maar tegelijkertijd denk ik ook, ik wil dat deze dag niet stopt. Het is een beetje dubbel, maar dat herken je misschien wel. Hallo, ja. Hey! Hallo, Sarah. Hey! Oké, nu wil ik wel met haar knuffelen. Oh, nu zag ik haar beeld en heb ik het gevoel, ik kan er bijna bij. En dan kan ik er niet bij. Ah! Is mama daar? Hey, moppie. Is mama daar? Ga je mama zien? Oh, is het natuurlijk een hallo! Ja, helm lopen. Wacht, ze zit heel veel achter jou, oké? Mama vindt de boodschappen belangrijker, denk ik, dan jou weer zien. Oh my gosh. Mama heeft de hele dag gewerkt toen jij aan het spelen was. Hey, is er Maria? Yeah. Zo, Sarah, je bent weer thuis. Hoe vind je dat? Hey. Nou, ik probeer er weer weg te komen. Probeer er weer te ontsnappen. Heeft mama je zo gemist? Ja. Hey, dit is wel echt ziek. Ze komt thuis. Mama heb je wel echt gemist. Ja. Dat doe je ook altijd als je mij heel erg gemist hebt. Je bent haar lievelingseten aan het maken. Ja, dat is wel. Sarah is nu 10, 9 maanden. 9 maanden bijna. Leuk verlaagd. En ze heeft al lievelingseten. Dat is iets wat ze van het begin aan. Echt bizar. Zo, maar dit is echt. Dit is. Wat is het? Pasta met geit kaas of zo? Ja, heel simpel. Ik kan het super, doe even alsof het heel erg. Doe eens iets beter, best. Het is. Pasta, el geit kaas. Oh, jouw komt die. Hey, de Spanjool. Pasta, die papi, die tomati, die paprikati, die olie, geitikazi. Nee, dat vindt ze echt zo lekker en dat vind ik heel grappig, want als je dat op de bord zet, dan gaat het echt, nou ja, we zullen het zo veel hoor. Nam, 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 nam. Oh, dit is zo lekker. Wel heeft zij, hè, als je een beetje op die. Zij is wel veel hoor, zeg maar, in relatie tot hoeveel lichaamsgewicht zij heeft en zij een eten krijgt. En hoeveel ik krijg en dan zo. Weet je niet dat ik een beetje meer nodig heb. Er is nog meer. Er is nog meer. Maar niet heel veel. Niet. Heel klein beetje, ja. Echt niet veel. Maar ik kan er altijd meer maken, joh. Dit is echt in 5 minuten gemaakt. Oh, en dan gaan we dit zo nog een beetje maken, denk ik, als toetje. Mooi slagveld van gemaakt, mevrouwtje. Als je van boven filmt, zie je ook die smiley op het bordje. Ah, lekker. Aan die kant er nu. Ze keek zo heel erg trots. Ja, goed hè, pap. En onze borden. Echt helemaal brandschoon, helemaal uitgelikt. Ik zag pas een kindje van een jaar, of wel iets ouder dan een jaar. Ja. En die likte ook echt zijn bord af als het lekker was. Echt? Mm-hmm. Sifra mag me eigenlijk de bord niet meer uitlikken. Dat doet ze wel vaak, want ze houdt van eten. Sifra, hè? Sifra.
die likte haar bord dan af. En zeg ik, dat moet je echt niet meer doen, want dan gaat Sarah dat straks ook doen. En die gaat straks ook met de vinger, weet je wel, haar bord uitlikken. Ja. Oh, je mond ook echt. De kanten. Ben je klaar? Oh, ze hebben dat geluid. Ja. Nou, ik heb lang naar gezocht. Maar ik heb ook het nest van de mieren, wat dus bij onze achterdeur zat, gevonden, denk ik. Heel lang gezocht op de vloer. Kropen niet zo heel veel mieren. Gewoon af en toe renden mijn mieren. Een beetje, dat ik denk, niet echt een spoor van mieren. Maar ze bleven op de bar verschijnen, daar in de keuken. Dus ik ben gaan zoeken en ik vond hier toevallig een mier op een gegeven moment. Die ging ik volgen. Toen zag ik dit. Ja, nu komt er. Maar goed, daar liepen dus in dit gleufje, liepen mieren in die houten plank, dat gleufje. En die zitten 10 centimeter verderop ook. En die lopen onder die houten plank door. Dus ik denk dat ze door dat gleufje heen die plank helemaal volgen naar de keuken en dan omhoog klimmen naar de bar. Dus nu ga ik met mijn lokdoosje naar buiten. Een lokdoosje? Oh ja, hier. Dan maak ik wel een lokgeluid erbij. En dan doe ik... En dat is de lokroep van de mieren. Ik zie er een heel lollige bui, hoor. Hier ergens komen ze binnen. Oh, kijk. Kijk. Daar komen ze naar uit. Oh, lastig. Want hier lopen ze ook heen naar onder die pot. Laat ik die pot optillen. Oh ja. We've got him. Ladies and gentlemen. We've got him. Zo. Alsjeblieft. Oké, het ging regenen. Heel veel meer loopt op je neus. Ik weet het, zou kunnen. Ik heb constant mieren op mijn hand. Ja. En dat heb ik echt net eens gedaan en dan lopen er gewoon mieren op. En ik heb nu ook heel vaak, dan zit ik hier op de bank en denk ik, weer een mier. Omdat ik zo... Je wordt ook kriegelig van. Ja. Ja, maar als je heel lang nadenkt over insecten, krijg je gewoon jeuk overal. Ja, automatisch. Hans loopt nu ook eentje door jouw haar. Nee, dat is mijn haar. Ah. Al die pootjes. Ik ben blij dat we het nestje van de mieren hebben gevonden. Dus hopelijk zien jullie nu in de volgende vlogs... Geen of nauwelijks mieren meer, want aan de voorkant hadden we dus ook een nestje, hè. Maar dat was één nestje, heel duidelijk, kwam uit één gat en daar staat ook zo'n lokdoosje bij. Dus in principe is dat ook snel voorbij. Ik ga hier nog wat laatste dingetjes op en ga dat water doen. Charlie, die heeft er behoefte, dat is altijd, die gaat dan s'nachts hier liggen. Doet hij niks. Straks doe ik alle lichten uit en de rolluikers gaan ook naar beneden. Dus dan is het echt pikkendonker, hier echt bijna ogen dicht zwart. En dan begint hij te eten, hoor je dan op de grond. Boefje. Goed. Doeg.